guys! Een tijdje terug vroeg ik jullie in een video of jullie geïnteresseerd zouden zijn in een Q&A over het zijn van vegetariër. Daar kreeg ik best wel positieve berichten op terug en ook over de Tesco die deels ging over gezond leven, vegetariër, veganistisch zijn. Vandaar dat ik vandaag ga zitten en al jullie vragen ga beantwoorden over vegetariër zijn. Misschien niet per se al jullie vragen, maar ik heb op Twitter gevraagd naar vragen. En ik heb een aantal basics uitgezocht die ik ook gewoon heel erg vaak in het dagelijks leven krijg. Laat ik beginnen met de basics. Ik ben nu sinds mijn 9e jaar vegetariër, wat betekent dat ik al 11 jaar vegetariër ben. Ik weet exact nog de datum waarop ik het ben geworden, namelijk 13 oktober 2004. Mijn moeder was al best wel lang vegetariër, eigenlijk al sinds ik me het kan herinneren. Zij had zelf nog wel vis, maar geen vlees en geen kip. Ik zeg vlees en kip apart, omdat sommige mensen blijkbaar dat altijd iets verschillends zien. Ik ben altijd al een dierenliefhebber geweest en ik was er wel langer over het nadenken om vegetariër te worden. Maar ja, ik vond het gewoon altijd heel erg lastig, want ik hield heel erg van vlees en het was heel lekker en ik vond er lekker op brood. En eigenlijk was ik best wel vaak op het punt gekomen dat ik zei van ik ga vegetariër worden. Maar dan niet als we knakworstjes eten en ook niet als we kroketten eten en ook niet als we dat eten en dat en dat en dat. Dus eigenlijk wilde ik het wel, maar ik wilde het niet 100%. En daar ga ik straks nog even op terugkomen of ik wil het wel, maar niet 100%. Er kwam een dag dat ik het wel 100% wilde en dat was dus die 13 oktober. Ik fietste naar huis van school. Ik woon in een best wel boerderijrijke omgeving en ik zag in mijn straat dat er varkens werden ingeladen in een wagen. En dat vond ik niet per se een heel erg leuk beeld om te zien. Want opeens besefte ik dat die lieve varkentjes naar de slachterij gingen. Of in ieder geval zouden eindigen als een stukje speklapje op mijn bord. Dat kwam opeens zo dichtbij dat ik naar huis fietste. Mijn moeder stond in de schuur. Ik deed de deur open en ik zei, mam, ik word ook vegetariër. Omdat mijn moeder al vegetariër was, had ze daar geen problemen mee. En uiteindelijk, volgens mij, ben ik degene die mijn moeder zover heeft gekregen om ook geen vis meer te eten. En vanaf die dag was ik dus vegetariër. Heel veel mensen vragen, heb je er geen moeite mee gehad in het begin? Omdat je vlees zo lekker vond. En eigenlijk is het antwoord nee. Ik was er zo van overtuigd dat ik die dieren niet meer wilde opeten. En daar, zeg maar, kom ik weer terug bij dat wil je het 100%? Als je het 100% wil, dan kan je het. En dan wil ik eventjes erbuiten laten of je misschien gezondheidsproblemen hebt of iets anders in die trant. Puur als het gaat om wilskracht. Wil je het 100%? Dan kan je het. Daarvoor wilde ik het nog niet 100%, maar die dag kwam net een beetje nog die 5% bij de 95% die ik in me had. Werd het 100% en dacht ik ga gewoon nooit meer een dier eten. Toen ik 9 jaar was, was mijn hoofdreden dat ik dus geen dieren wilde opeten. Omdat ik dat zielig vond, omdat ik vond dat dieren mijn vrienden waren. Niet letterlijk zo van mijn vrienden die ik uitnodig op mijn verjaardagsfeestje natuurlijk. Maar gewoon, ik vind dieren lief. Dus waarom zou ik ze dan in mijn maag laten eindigen? Inmiddels zijn er wel wat meer redenen bijgekomen waarom ik geen vlees en vis eet. Dat is inderdaad deels vanwege dierenwelzijn. Het gaat natuurlijk om de omstandigheden waarin de dieren leven in de vee-industrie. Ik zal deze video niet vullen met verschrikkelijke details en afgrijzelijke beelden, want ik weet dat niet iedereen daar tegen kan en dat hoeft ook helemaal niet. Ik ga je ook nergens toe dwingen, maar ik wil met deze video gewoon wat vragen beantwoorden en mijn visie hierop uitleggen. Ik verdedig de biologisch vlees altijd wel heel erg, maar daar ben ik ook een beetje op teruggekomen, want uiteindelijk, de dieren die op een biologische wijze hebben geleefd, gaan toch naar het slachthuis en worden toch onder dwang gewoon doodgemaakt. En net zoals dat het gruwelijk is als een mens vermoordt, is het ook voor een dier dat wordt vermoord op dat moment echt geen pretje. Dat is eigenlijk nog altijd mijn hoofdreden voor het zijn van vegetariër. Er zijn ook wat andere redenen, namelijk dat er tegenwoordig heel veel rotzooi in vlees wordt gestopt. Er worden kleurstoffen in vlees gestopt. De dieren krijgen hormonen zodat ze sneller groeien. Er komt heel veel stress bij te pas en dat zit dus allemaal in het vlees wat je op gaat eten. En de derde reden is dat bij de vee-industrie en ook bij de visserij eigenlijk heel veel wordt gedaan wat slecht is voor het milieu. En ik ben zelf in het dagelijks leven eerlijk gezegd vrij weinig bezig met het milieu. Dat zou ik veel meer moeten doen, maar dat is toch een soort van extra reden om me te stimuleren hierin. Ik zal maar gelijk erbij zeggen dat ik niet perfect ben. Als ik vertel dat ik vegetariër ben, dan vinden mensen het blijkbaar een kick geven om dingen aan te wijzen die ik niet goed doe. En het leukste is dat dat bijna altijd mensen zijn die wel gewoon vlees eten zelf. Maar die vinden het dan een soort van fijn om mij te vertellen wat ik allemaal niet goed doe, terwijl ik al wel iets goed doe. En wat dan goed of fout is, dat maakt helemaal niet uit. Maar het gaat erom, ik doe iets en ik word erop afgerekend dat ik ook iets niet doe. Terwijl degene die tegenover me zit helemaal niets doet. Dat is voor mij altijd een beetje krom.
Maar ja, zo werkt het brein blijkbaar. Ik ga even mijn batterij verwisselen, want hij is op. Maar ik ben dus niet perfect. Ik ben vegetariër, maar ik eet wel kaas. En voor de mensen die denken dat kaas altijd vegetarisch is, dat is dus niet zo. Ik probeer bijna altijd kaas te kopen waar vegetarisch stremsel in zit. Maar soms lukt het niet en dan vind ik een kaas die ik heel erg graag wil eten, waar wel dierlijk stremsel in zit en dan eet ik dat dus. Ik draag ook leer. Dat is eigenlijk gekomen doordat ik hele moeilijke voeten heb en op stoffen schoenen altijd heel erg veel last kreeg van mijn voeten. Ik heb een hele grote periode in mijn leven geen leer gedragen, maar toen ik zo last kreeg van mijn voeten heb ik uiteindelijk gedacht van ja, ik kan beter gewoon wel op leren schoenen gaan dragen, want anders heb ik elke dag pijn aan mijn voeten. En dat belemmerde mij best wel in mijn dagelijks leven. Hiermee wil ik aangeven dat elke keuze die ik maak in mijn leven rondom het vegetariër zijn, gebaseerd is op wat voor mij goed voelt. Ik volg geen regels. Ik doe niet wat anderen me vertellen. Ik doe gewoon wat voor mij goed voelt en welke grens ik voor mezelf wil stellen. Daar kan je natuurlijk je mening over hebben en je kan me vertellen dat ik nep ben of dat ik dingen laat liggen. Maar ik ben hier nu en ik zit eerlijk met jullie te praten en dat zijn dingen die ik niet doe. En ik hoop echt heel erg dat ik ooit in mijn leven tot een punt kom dat ik dat allemaal ook niet meer doe. Ik hoop zelfs dat ik in mijn leven ooit tot een punt kom dat ik veganistisch word. Maar op dit moment is dat nog geen optie voor mij. Maar daar kom ik later nog op terug. Ik moet proberen niet van de hak op de tak te springen hier in deze video. Een van de eerste vragen die ik kreeg was van Noah Sielhuis. En zij zegt, welke extra dingen moet je eten om alle goede voedingsstoffen binnen te krijgen die je lichaam nodig heeft? Dat is een heel belangrijk ding. Als jij erover nadenkt om vegetariër te worden, moet je niet denken dat je gewoon vlees en vis uit je dieet kan schrappen en dan niks ervoor in de plaats kan eten. Je hebt een lichaam en je lichaam heeft van alles nodig. Een heleboel stoffen. En heel veel van die stoffen zitten ook in vlees en vis. Maar het fijne is dat je die stoffen gewoon allemaal kan vervangen door plantaardige dingen. Als je nou alleen vegetariër wil worden, dus je eet nog wel gewoon zuivel, eieren, melk, kaas, al die dingen, dan kan je heel veel al halen uit die zuivelsproducten. Er zitten natuurlijk heel veel eiwitten in dingen die ook gemaakt zijn met ei en melk. En dat is dan ook het eerste ding waar ik aandacht aan wil besteden, eiwitten. Als je geen vlees en vis meer eet, dan mis je best wel veel eiwitten die je dagelijks binnenkrijgt. En wat ik doe, is ik probeer die allemaal te vervangen. Dus ik eet wel eieren. Maar daarnaast probeer ik ook alles aan te vullen met peulvruchten. En dat zijn bijvoorbeeld linzen, maar ook allerlei soorten bonen. Dus bruine bonen, kidneybonen, witte bonen, kapucijners. Alle soorten bonen zijn goed voor je als je vegetariër bent. Dan heb je ook nog natuurlijk noten en zaden. Noten zijn echt heel erg goed voor je als je geen vlees eet. En ook in heel veel vleesvervangers en bijvoorbeeld tofu zit eiwit. Ik zou niet per se aanraden om al je vlees te gaan vervangen met vleesvervangers, want die zijn niet per se heel gezond voor je. Maar je kan ze natuurlijk prima eten als je daar zin in hebt. Een andere stof die je gaat missen is vitamine B12. En helaas zit vitamine B12 eigenlijk echt alleen maar in dierlijke producten. Dus je zou het nog wel kunnen halen uit zuivel en alles wat door een dier gemaakt wordt naast vlees. Maar als je dat ook allemaal niet wil eten, dan zou je het moeten halen uit supplementen. En omdat ik niet super veel zuivel eet, slik ik wel B12 supplementen elke dag. Iets anders wat je kan gaan missen is ijzer. En ijzer zit vooral in heel veel bladgroenten, zoals spinazie en boerenkool. Andijvie, ook een hele goede. Vooral in groene groenten zit veel ijzer. Dus dat zou je daardoor kunnen vervangen. Maar ijzer zit ook in bepaalde bonen. En je kan ook ijzer halen uit volkorenpasta, volkorenbrood en allemaal volkoren items. Tot slot is vitamine D iets wat je zou kunnen missen. Vitamine D komt voor in vlees en vette vis. Maar daarnaast kan je vitamine D eigenlijk alleen maar uit de zon halen. Dus of je moet gewoon lekker van de buiten gaan en gaan wandelen en lekker veel zon pakken op je gezicht. Of je moet ook supplementen daarvoor slikken. En ik heb een vitamine D tekort gehad. Dus ik slik eigenlijk standaard een supplement daarvoor. Het is best wel, als je vegetariër wordt, moet je best wel op je voeding letten. En ik heb het geluk dat ik dat leuk vind en dat ik hou van koken. Maar dat is ook echt niet altijd zo geweest. En ik heb me ook wel eens minder gezond gevoeld dan nu, omdat ik dan gewoon niet de juiste vervangers at. Dus het vergt wel dat stukje toewijding om dat allemaal wel erbij te doen. Sylvana van Santen vraagt, vind je het moeilijk om met mensen om te gaan die ten opzichte van dit onderwerp niet dezelfde idealen hebben als jij? Nou, nee. Kijk, ik denk dat ik het wel moeilijk zou vinden om met iemand om te gaan die mij constant vertelt waarom vlees eten wel goed is voor je en waarom vlees zo lekker is. Maar dat is hetzelfde, dat ik precies zou begrijpen dat mensen niet met mij om zouden willen gaan omdat ik constant aan het vertellen ben hoe slecht vlees voor je is en dat dat ding op je bord ooit een levend dier is geweest. Ik weet dat ik af en toe misschien een beetje radicaal kan overkomen bijvoorbeeld op Twitter, maar ik zou iemand nooit in het echt vertellen van oh, weet je wel wat je op je bord hebt liggen? Weet je wel hoe slecht daarmee om is gegaan? Het is wel heel raar hoor, dat je iets eet wat vroeger gewoon een kloppend hart had. Dit zeg ik nu wel, maar dat zou ik nooit tegen iemand zeggen waarin ik tegenover zit
zit en dat diegene een lekker stukje vlees op het bord heeft. Iedereen mag zelf bepalen wat hij eet en wat hij naar binnen schuift. En als iemand vlees wil eten, dan is dat prima. Zoals ik al vertelde, mijn moeder is vegetariër. Voor de rest is niemand in mijn familie vegetariër. Van mijn vaders kant, maar van mijn moeders kant wel een paar mensen. Mert is niet vegetariër. Mijn beste vriendinnen zijn niet vegetariër. Mijn manager is niet vegetariër. Eigenlijk heb ik heel erg weinig mensen in mijn omgeving die geen vlees en vis eten. En daar ben ik helemaal prima mee. Zolang zij maar respect hebben voor mijn keuzes, heb ik ook respect voor hun keuzes. Wat ik vind en graag nastreef en wat voor mij goed voelt, hoeft niet per se voor iemand anders goed te voelen. En dat is het belangrijkste ding, dat je elkaar een beetje in je waarde laat. En tuurlijk, als iemand, oh, lekkere bacon antwoordt op een schattig fotootje van een biggetje wat ik net heb gepost, dan word ik even neidig en dan zeg ik iets gemeens terug. Maar ik kan over het algemeen best tegen een grapje. En ja, ik kan dus gewoon omgaan met mensen die vlees en vis eten. No problem. Christa vraagt, ben je wel eens benieuwd naar de smaak van vlees en vis? Ik heb vis gegeten toen ik op het eiland in Robinson zat. Ik denk dat dat niet de meest lekkere bereide vis was, overigens. Maar dat vond ik echt heel erg vies. En ik heb laatst die vegetarische tonijnsalade gegeten. En dat vond ik ook echt heel smerig. Dus van vis ben ik eigenlijk nooit benieuwd hoe het smaakt. Bij vlees heb ik af en toe wel... Ik had laatst dat ik kippenpootjes zag, zo met heel veel kruiden eromheen en een beetje beslag. En toen dacht ik wel van, ah, ik kan me best wel voorstellen dat dit echt een lekker hapje is. Maar het komt niet zo ver dat ik denk van, laat ik een hapje nemen. Nee, helemaal niet. Maar ik kan af en toe wel denken bij een geur of zo, dat ik denk van, ah, yummy. Ook bijvoorbeeld salami heeft een heel erg knoflookgeur. Ik ben dol op knoflook. Dus altijd als iemand salami op zijn brood heeft of zo, dan zit ik altijd zo van... Ah. Ruikt zo lekker. Maar het komt niet zo ver dat ik zeg van, hey, mag ik een hapje proeven? Luna vraagt, heb je nog tips voor sites waar heel veel vegan recepten op staan? De Groene Meisjes en ikbeniris.nl. En wat vind je zelf de lekkerste vleesvervanger? Ik eet niet super veel vleesvervangers meer de laatste tijd. Gewoon omdat ik veel probeer te vervangen door groenten in plaats van vleesvervangers. Want daar zit toch altijd weer... zitten smaakstoffen in en suiker en allemaal dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar mijn guilty pleasure is wel echt van die vegetarische worstjes. Maakt niet uit welke soort. Vegetarische worstjes zijn altijd goed. Ze gebruiken een soort van kruiden daarbij die ik echt fantastisch vind. En het liefst eet ik ze gewoon koud. Zonder ze klaar te maken. Marloes vraagt, wat zijn goede en vooral betaalbare vleesvervangers? Vleesvervangers uit de winkel zijn vaak... net ietsje duurder dan het goedkoopste vlees wat je kan halen. Maar die hoef je dus niet te eten. Je kan alles heel erg goed vervangen door groenten. Als je niet groenten wil eten, dan zou je bijvoorbeeld kunnen proberen om burgertjes te maken van groenten. Groenten zijn over het algemeen best wel goedkoop. Ik kan hele lekkere spinazieburgers maken. Of je kan burgers maken van paddenstoelen of van bonen. Je hebt daar echt genoeg recepten voor op het internet. Dus kijk zeker eventjes. Want het is echt heel erg lekker en betaalbaar. Iets waar ik het net al over had en een vraag die ook heel erg veel wordt gesteld is, waarom ben je niet veganistisch. Ik hou zo ontzettend veel van dieren en ook als het gaat om zuivel en eieren en melk en alles wat daar omheen zit, wordt er nou eenmaal heel veel gedaan in de industrie die dat niet zo leuk is voor de dieren. Hoe je het ook bent of keert, wij gebruiken dieren als een voorwerp om voor ons dingen te produceren terwijl ze dat misschien zelf wel helemaal niet willen. Het feit is dat wij hun melk stelen terwijl die melk eigenlijk gewoon bedoeld is voor de kalfjes. En dan is het ook nog eens zo dat in de industrie voor eieren alle mannetjes kuikens gewoon worden vermoord omdat ze niet bruikbaar zijn en omdat ze toch geen eieren gaan leggen. Je zou het misschien niet denken, maar er schuilt erg veel leed ook in de industrie buiten alleen maar vlees. Waarom ik nog geen veganist ben, is omdat ik dat nog niet 100% wil. Er is een heel groot deel van me dat het wel wil. En er is ook een klein deel van me dat zwak is en gewoon heel graag kaas wil blijven eten. En heel erg houdt van koekjes en taart. En dan kan ik heel erg boos worden op mezelf. Maar ik kan ook denken, ik doe al best wel mijn best met andere dingen. En dan komen we weer bij het ik doe iets in plaats van niets verhaal. Ik ben er wel mee aan het spelen, want bijvoorbeeld de afgelopen 4 dagen heb ik aan zuivel eigenlijk alleen maar... Oh ja, ik heb kwark gegeten en eieren. Maar eigenlijk niks wat zuivel bevat daaromheen. Dus af en toe probeer ik zo'n periode uit dat ik wat minder eet. En ik doe ook elk jaar mee met de vegan challenge. Dan eet ik een maand gewoon veganistisch. Maar het is niet altijd haalbaar. En voor mij op dit moment is het nog niet haalbaar genoeg. En makkelijk genoeg om die stap te zetten. En zoals ik al zei, hopelijk is dat het over een paar jaar misschien wel. En kan ik die omschakeling wel helemaal maken. Maar voor nu lukt het me gewoon niet. Kost het me te veel moeite. Het grappige is... Als je vegetariër bent of veganistisch, is denk ik het allermoeilijkste in het leven omgaan met de meningen van anderen. Elke keer als ik praat over dat ik geen vlees en vis eet of dat ik bijvoorbeeld wel zuivel eet, krijg je echt zoveel meningen over je heen. En dat is prima, want iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar het blijft toch een soort van gek dat hoe jij jouw leven leeft zoveel
opwekt bij iemand anders. Want het zou natuurlijk veel beter zijn als iedereen zich alleen maar zou bezighouden met hoe hij of zij zijn eigen leven leeft. Er is toevallig ook een vraag die hierbij hoort. Carlijn zegt, wat is het moeilijkste aan vegetariër zijn? En dat is dus inderdaad aan de ene kant de mening van anderen. Aan de andere kant dat eigenlijk deze wereld niet echt is ingesteld op vegetariërs en veganisten. Tegenwoordig is het best wel oké. En zeker hier waar ik woon in Amsterdam heb je echt ontelbaar veel keuze in restaurants. Maar zodra ik het land verlaat en bijvoorbeeld Frankrijk inga, dan kan ik bijna nooit een broodje ergens halen. Zeker in kleine dorpjes niet, in grote steden natuurlijk wel. Maar het feit is dat gewoon de wereld niet is ingesteld op mensen die geen vlees en vis eten. Dus in restaurants draaien heel veel gerechten om het vlees of het vis. En dat is af en toe ook nog wel lastig. Bijvoorbeeld dat iemand anders het restaurant uitkiest en dat jij dan degene bent die moet zeggen van ja, maar ja, ze hebben daar niks voor mij. Of oh, zullen we even bellen of ze iets anders kunnen maken. Je voelt je toch een soort van bezwaard, hoe dan ook. En dan de laatste vraag, en iets wat me ook heel erg aan mijn hart gaat en dat wilde ik graag even bespreken. Ik kan me herinneren dat ik dit laatst ook heb besproken in een video. Maar ik ga het er nog een keer over hebben. Heel veel mensen zeggen tegen mij van ja, ik wil heel graag vegetariër worden, maar mijn ouders zeggen nee, dat gaan we niet doen. Of ze denken dat ik een grapje maak. Of ze denken dat het een fase is waar ik in zit. Ik heb dit inderdaad volgens mij al gezegd. Maar onthoud alsjeblieft dat jij degene bent die het doorslikt wat er in je mond zit. En dat jij degene bent die bepaalt wat er naar je maag wordt gebracht. En wat je dan vervolgens weer uitpoept. En dat klinkt misschien gek, maar niemand kan jou dwingen om iets te eten wat je niet wil eten. En natuurlijk, je ouders zorgen voor je. Je ouders betalen de boodschappen. Je ouders houden van je, hebben je opgevoed. Dankzij je ouders ben je hier. Maar dat is nog steeds geen reden om te zeggen, oh, dan doe ik wel wat ze me vragen. Als jij dus denkt van, ik wil echt geen vlees eten, hè? Net zoals dat jij respect voor je ouders moet hebben, zouden ze ook respect moeten hebben voor jouw keuzes. Je ouders hebben niet altijd in elk opzicht gelijk. Je ouders zijn geen goden, die weten hoe de wereld in elkaar zit. Natuurlijk, het zijn volwassenen en ze hebben tot een bepaald punt de macht om over jouw leven te beslissen. Maar als het gaat over zoiets waar je jezelf gewoon heel erg slecht bij voelt, dan moet je gewoon de keuze hebben om iets niet te eten. Word niet opstandig en ga geen ruzie maken, want dat helpt helemaal niks. Maar probeer je ouders misschien te onderwijzen met filmpjes waarin wordt uitgelegd over vegetariër zijn. En maak een lijstje met waarom jij denkt dat het goed is om geen vlees meer te eten en waarom jij geen vlees meer wil eten. En natuurlijk gaat het lastig zijn, want je ouders moeten dan vervolgens apart voor jou gaan koken. Maar wat als jij een allergie had voor het een of ander? Dan hadden ze dat ook moeten doen. Dit is dan niet iets waar je per se niet tegen kunt, fysiek gezien, maar wel iets waar je niet tegen kunt, emotioneel gezien. En ik denk dat iedereen dat gewoon van elkaar zou moeten respecteren. Maar goed, ik ken je ouders niet en ik kan niet bij iedereen langs om mijn ouders te overtuigen, sorry. Anyway, ik hoop dat ik veel vragen heb beantwoord op deze manier. Het is best wel een lastig onderwerp soms om over te praten, omdat het zoveel gevoelens opwekt bij mensen. Sowieso is voedsel een heel erg gevoelig onderwerp, maar geen vlees of vis eten is al helemaal heftig. Ik wil jullie dan ook vragen om in de comments gewoon respectvol te zijn. En als je niet met me eens bent, dan mag je dat best vertellen. En dan mag je dat best achterlaten, want dat ben ik wel gewend dat mensen dat doen. Maar onthoud ook alsjeblieft, iedereen heeft een eigen leven en iedereen is helemaal vrij om te kiezen wat hij of zij doet in zijn eigen leven. Zolang het maar geen andere schaadt. En als ik ervoor kies om vegetariër te zijn, maar wel leer te dragen, dan is dat misschien hypocriet. En dan mag je me best hypocriet noemen. Dat mag voor mij prima. Maar dat is wel hoe het voor mij goed voelt om mijn leven te leven. En je leeft je leven nou eenmaal niet voor een ander, maar voor jezelf. Overigens hoop ik later dat ik in een huis woon met een hele grote tuin om mijn huis. En dat ik allemaal lieve dieren kan redden die eigenlijk bedoeld waren voor de slacht. En dat ik dan voor ze kan zorgen. En dat is echt wel een van mijn grootste dromen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, iets van hebt geleerd. Of dat je misschien dacht van, wat is dit voor stomme video? Ik ga weg. Ik ga unsubscriben. Maar dit was hem voor deze vrijdag. Je kan weer terugkomen op zondag en maandag en de volgende vrijdag voor nieuwe video's. En dan voor nu, heel veel hartjes en tot de volgende keer.